Hallo Ingrid. Ik heb hem wat eerder ingesteld zoals gebruikelijk, zodat gewoon iedereen ons kan vinden. Het is weer een mooie samen creatief. Het is gewoon iets wat heel goed op de post kan. Het is geen kerstcreatie, want ik heb gewerkt met de antieke shop van Minty papier, die is nieuw. Ja, ik ben lekker vroeg. Ik zet altijd het evenement op een kwartier van tevoren. Daar kan ik hem instellen. En dan zet ik hem gewoon aan. En dan heb ik gewoon even een paar minuten om te kletsen. Op de reacties reageren. Want als ik één keer over bezig ben, dan ga ik meestal zo op in mijn creativiteit. Dat ik gewoon niet altijd de opmerkingen lees. Ik probeer ook altijd gewoon tijdens degene die nog binnenvalt. Probeer ik altijd niet allemaal bij naam te noemen, want ik ben altijd zo bang dat ik iemand oversla of niet zie of wat ook. Nou, ik ben niet verkouden hoor, ik denk dat mijn stem zo is. Ik heb wel altijd, ik zeg altijd, ik heb wel altijd dingen die ziek zijn of wat ook. Maar ik heb eigenlijk nooit dat ik verkouden ben of griep heb of dat soort dingen niet. Maar ik heb wel heel veel last van artrose. Dus ik sta nu weer ook voor een operatie en dat ik een nieuwe schouder krijg. Vorig jaar heb ik een nieuwe heup gekregen. Dus dat zijn dingen die mij wel altijd parten spelen. En ja, dan kan je gewoon, je moet soms wat rustiger aan doen. Maar ja, dat mag ook. Ik vind dit leuk werk om te doen. Ik doe veel thuis voor de winkel. Zaterdag zijn we er ook weer. Maar zaterdag dan heb ik het knutseluurtje. Dan gaan we een mannenkaart gaan we maken. En dat doen we. En dan zitten bij ons in de winkel. Komen gewoon mensen uit de buurt. Die komen gezellig naar de winkel. Om daar met z'n allen dus het knutseluurtje te doen. En het knutseluurtje is om 10 uur. Dat is zaterdagmorgen. Goedenavond, ik zie Anneke ook. Beetje van de schrik bekomen, Anneke. Ja hoor, Ingrid, ik begrijp het helemaal hoor. Zo gauw als je een dodelijke ziekte hebt, zeg ik altijd, dan wordt het erger. Dit is allemaal te doen en dan komt het ook allemaal wel weer goed. Regina zie ik staan, die is ook aanwezig. Hallo Regina, ik kan het nu allemaal nog even zeggen. En straks dan ben ik bezig. We wachten tot 7 uur en dan gaan we beginnen. Oh, aangifte gedaan vandaag. Ja, Anneke is de portemonnee verloren. Of kwijtgeraakt, we weten het niet precies. Dat is heel vervelend. Pas je er allemaal in. En dan ben je wel even van slag om het allemaal weer zo netjes voor elkaar te krijgen. Iedereen moet dan even gebeld worden. De bank moet gebeld worden. Alles blokkeren, nieuwe passen aanvragen. Ja. Maar het overkomt je. Ik was erbij toen het gebeurde. Ik heb niks gemerkt. Dus ja. Nee, dat is ook inderdaad niet leuk. We waren aan het inkopen doen voor onze workshop, voor onze dagworkshop die we 15 en 16 december gaan geven in de winkel. En dan moesten we nog even wat kerstspulletjes voor hebben, dus even het dorp in. En na de hand werd ze gebeld dat ze geld wilde pinnen van haar pas. En toen wilde ze de pas doormidden knippen, maar haar werd omgevraagd. En toen kon ze de portemonnee niet vinden. Dus ja. Dan schrik je wel even, alles afgezocht, maar niet gevonden, dus waarschijnlijk verloren of, ja. En geen eerlijke vinden die dus dan komt om hem terug te brengen. Maar probeer het geld van je rekening af te pinnen. En dat is een nare ervaring, ja. Ja, maar zeker schrikken. Maar goed, is niks, ze hebben wel geprobeerd om te pinnen.
Maar dat is, de bank heeft dat tegengehouden, dus er is niets van de rekening afgehaald. En dat, ja, dat is gewoon een geluk. Toch maar blij dat die banken zo alert zijn. Ik zie Rosita binnenkomen. Goedenavond. Ik heb nog 3 minuten om te kletsen en dan gaan we beginnen. Waar ik mee gewerkt heb is de antieke shop. Antiek, ja, ik kan geen Engels, dus neem me niet kwalijk als ik het allemaal niet goed uitspreek. Martin, ik zie jou ook. Dag, Martin. Lang niet gezien. Gaat het een beetje goed met jou? Ik weet dat je behoorlijk in de zieken, in de lappenmand zit, zoals ze dat heten. Deze ga ik mee werken. Dit zijn de plaatjes die in het boekje zitten. We hebben namelijk ook hier een pakket van. Die kan je ook kopen. Dan kan je hetzelfde maken. Met deze ga ik werken. Met die ga ik werken. Deze niet, maar wel deze aan de achterkant. En deze aan de achterkant. En deze ga ik werken. En met deze ga ik werken. Hallo Mary en Maaike, zie ik. Zie, nou gaat het zo snel. En mijn scherm die vloekt omhoog. En als ik dan even niet kijk, dan mis ik mensen. Vandaar dat ik vanaf straks alles in het algemeen doe, zodat ik niemand vergeet. We hebben gekozen met dit blokje voor het rode papier wat we gebruiken. En we hebben een slotje gebruikt. En er komt nog een klein lintje, komt er ook nog bij. Het is weer een creatie die ik bedacht heb. Ik ben altijd niet zo van om alles van internet te halen. Ik kijk veel op internet. Ik doe daar ook wat inspiraties op. Ik probeer altijd mijn eigen creatie daarvan te maken. Zit nog steeds in de lappenmand. Nu de rechtervoet. Ja, het wil bij jou ook wel, Martin, of niet dan? Goedenavond, Willy, Annie van Heesvelde zie ik staan. Rina Pijpelink zie ik staan. Ook goedenavond. Nog 1 minuutje en we gaan beginnen. Van deze samen creatief. Om mee te doen is, en sommigen hebben dus ook inderdaad het pakketje gekocht. Daar maken wij altijd ook een filmpje van. Wij maken een filmpje hoe wij het pakket gaan snijden. En dan snijden we het kaartstok, maar we snijden ook het designpapier. En dan kan je zien, zeg maar, als je meer gaat doen en je hebt dit pakket en je snijdt het dan op dezelfde manier, dat je dus daar ook op dezelfde manier mee kunt werken. We hebben wel eens een boodschappenbriefje gemaakt en dan hebben we dus gezegd dat en dat moet je snijden, maar je weet nooit hoe het echt tegenover elkaar gebruikt wordt. Vandaar dat wij van tevoren van het pakket wat wij verkopen een filmpje maken hoe wij het papier gesneden hebben, zodat je vanavond allemaal mee kan doen. Sjaan zie ik staan en dan zie ik nog een Vea staan. Goedenavond allemaal, Anneke, ik ben er klaar voor. Ja, ik ben daar ook klaar voor. Ik heb volgens mij mij goed voorbereid. Dus deze leg ik weg. Dit papier hebben we gebruikt. Ik zal het nog één keer over laten zien. Dit zijn de elementen die erin zitten. Dit zijn de bloemen die erin zitten. Dit is rood met aan de achterkant groen. Dit is een soort tekst die erop staat in beige. Daar zitten hele mooie bloemen achter. Deze is met een motiefje. En dan is de andere kant een soort kantachtig iets. Deze heb ik een deel van gebruikt. Maar die is zwart aan de achterkant. Die zwarte gebruik ik niet. Hier hebben we gewoon ook een hele beige met een mooie bloemen aan die kant. En dan hebben we gewoon de elementen. Met dit papier ga ik werken. En dan ga ik werken met kaartstok. Wat we gesneden hebben. En dat is een kaartstok 16 bij 23 centimeter. Dat is kaartstok A. En daar beginnen wij mee. In kaartstok A gaan wij rillen. En dan rillen wij dat op de lange kant. Dus dat is de kant van 23 centimeter. Als je hem zo hier neerlegt, dan is dit 23 centimeter. En dat noemen wij de lange kant. En de lange kant die ga je rillen op 7 centimeter. Ik zet even mijn tools aan de rechterkant, zodat ik niet per ongeluk kan snijden.
ga ik heen en weer, zet mijn toer weer aan de rechterkant, zodat ik weer de volgende rillijn ook niet ga snijden. De volgende die we dan gaan rillen, dus de eerste is op 7, de tweede die is op 7,5. En dan gaan we, schuiven we hem door en dan gaan we naar 17 centimeter. En die rillen wij ook op. En dan gaan we naar 17,5 centimeter. Dus het kaartstok is A 23 centimeter. Overzo is die 16 centimeter. En die rillen wij op 7, op 7,5, op 17 en op 17,5. Hallo allemaal. Ga geen namen meer noemen, want dan ben ik bang dat ik iemand vergeet. Nou ga ik die rillenen, die ga ik vouwen. Ik leg altijd mijn papiertje hier recht als ik ietsje scheef heb gerild. En dat ik daar geen last van kreeg. Even met een vouwbeentje eroverheen. Zodat ik een scherpe lijn krijg. Dat doe ik aan deze kant ook. Die puntjes recht leggen. Hou ik hem even wat tegen. En dan kan ik hem rillen. Dankjewel Anneke. En dan is de ene kant van mijn kaart, mijn creatie, die is 5,5 centimeter en de rechterkant is 7 centimeter. Dus dit is 5,5 en dit is 7 centimeter. Hier gaan wij designpapier op plakken en dan pak ik designpapier A en dat is 15,5. Bij 6,5, die komt aan deze kant. En de andere, die is 15,5 bij 5 centimeter. Dus dit is A, 15,5 bij 6,5. En dit is C, 15,5 bij 5. Zo heb ik dat ook gesneden met deze nummers. Dan maak ik gewoon de randjes even wat bruin. Dan tekent het altijd gewoon ietsjes mooier af, want de designpapier is dan roze, dan straks gebruik ik nog wat donkere. De ondergrond die is dan vaak een andere kleur en dan krijg je gewoon die kleur dat die dus dan eigenlijk toch een beetje zichtbaar is. Soms heb je ook designpapier wat wit is. Ik gebruik altijd gewoon de blanke lijm, de colorlijm, dat hebben wij in navelflesjes. Zie ik dat deze is heel soepel, hè? Omdat ik al zei, ik heb last van artrose, dan kan ik dat makkelijk aanpakken. Ik heb daarvoor altijd een grote pot colorlijm en daar vul ik die potjes mee. Nou, deze die kan hier op. En deze doe ik alleen op. Ik pak me altijd met volle hand beet, ga mijn randjes in smeren, een keertje doen. Aan de binnenkant. En dan is dat voor deze eigenlijk voldoende. Zo, dat is klaar. Dat hebben we nodig om het slotje te plakken. De colorlijn is op waterbasis. Ja, dat klopt. En wat ik altijd ook doe op waterbasis. Stel dat je hier even wat lijm langsheen hebt. Ik zeg het altijd is een lijmdoek. Ik heb gewoon een oud doekje. Kan je wel zien. Mocht je er wat langsheen hebben, wat geknoeid is, dan ga je er even met een doekje langs en dan kan je het zo weghalen. Je kan ook met colorlijmers op waterbasis. Je kan het gewoon makkelijk, kan je het gewoon weghalen. Je kan het ook met een snotje doen, daar is er ook voor. Maar ik doe het altijd met een doekje.
Ik heb hier mijn slotjes, daar zitten splitpennen in. Die moet ik even openmaken. Straks herhaal ik het nog even voor degene die mee wil doen. Dat ik niet te snel ga. Want ik heb hem natuurlijk al gemaakt van ander papier. Weet hoe het in elkaar zit. Ik heb het goed voorbereid. Tenminste, ik hoop dat ik dat gedaan heb. Zodat ik dus geen fouten ga maken. Maar op zichzelf ben ik een perfectionist. Hier gaan wij op de helft. De kaart is dus 16 centimeter. Dan gaan we op 8 centimeter heel voorzichtig even een puntje zetten. Dan ga ik hier op 1 centimeter. Nou, dat is hier het midden van de kaart. Dan pak ik mijn slotje. Die komt zo. En die komt dan hier in het... Oh, daar zitten nog splitpennen in. Even wachten. Ik leg mijn kaart even open. Dat is makkelijker. Dan heb ik hier dat puntje staan. En dan leg ik gewoon het midden leg ik daar op. En naar 1 centimeter van de kanten. Dan doe ik daar. Met mijn potlood in het gaatje. Ga ik even aftekenen. En dat doe ik ook aan deze kant. Dan teken ik hem ook even af. Dan kan je een gaatje maken voor de splitpen met een tool. Maar de splitpennen die zijn eigenlijk heel erg dun. Wat ik dan meestal doe is even mijn prikpen pakken. En daar maak ik een gaatje mee. De prikpen van... Hoe is dat merk ook alweer? Ik ben het even kwijt. Van Tonic is deze. Die kan je gewoon met een klein puntje doen, maar je kan ook een groot puntje kan je dat doen. Even kijken. Of het klopt. Deze heb ik hier. En dan moet ik dat puntje pakken. En dat prik ik ook even door. En als je hem helemaal door doet, dan wordt deze pen die wordt wat dikker. En dan kan er precies een splitpen doorheen. Dan komt de splitpen in het slotje. En dan druk ik hem door elkaar heen naar de achterkant. En als ik aan de achterkant is, duw ik dat karton goed aan en doe ik mijn pootjes uit elkaar. Ik zie maar één pootje, even kijken waar is die andere. Ja, die is er niet doorheen gegaan. Dus ik heb niet goed gekeken. Het is soms even een priegelwerk, maar ik vond het eens een keer wat anders dan een lintje. Ja, dames, hij doet het niet meteen. Het komt omdat het pootje, de ene is iets langer dan de andere. Ja, nou zit hij erdoor. Ik doe dan wel altijd mijn... Hij schiet nog weer terug. Mijn pootje is wel in de hoogte. En de hoogte bedoel ik mee over zo. Als je straks hier dan designpapier op doet, dan is die goed om te plakken. Als je hem over zo doet, dan heb je misschien last van dat puntje. Dan heb ik de tweede splitpen. Die doe ik ook weer door mijn gaatje heen, door mijn opening. En daar gaat hij. En deze, die komt aan deze kant. Dan komt deze eronder. Ik ga even kijken. Je kan het uitmeten. Het makkelijkste is dat je je haakje van je slotje hierin gaat haken. En als je hem dan recht hebt, of gelijk hebt, hoe je het maar wilt noemen, dan kan je dus dit gaan aftekenen. Ook hier ga ik weer een gaatje prikken. Ik ga straks even kijken voor degene die meedoet of het te snel gaat.
En dan kwam deze. Aan die kant. Dan ga ik weer die splitband in plaatsen. En deze plaats ik dan gelijk aan deze kant. En dan hoop ik dat hij met zijn twee beentjes er meteen doorgaat. En dat doet hij. En dan is het even goed aanduwen met mijn nagels, doe ik dat. Deze kant maakt niet zoveel uit of je die in de lengte doet. Maar daar heb je ruimte genoeg om het designpapier vast te plakken. Dan pak ik deze. Het zijn altijd zulke kleintjes, hè, die splitpennen. En hij zit erop. Dat is de voorkant van mijn creatie. Dus het basispapier, dat is dus 23 centimeter breed. En die is dus 16 centimeter hoog. Rullen op 7. 7,5. 17. 17,5. Deze plaats je in het midden. En dat is het, oh, het designpapier wat ik hier opgeplakt heb. Dat is dus hoog 15,5 bij 6,5. En dat is, nee, dat doe ik het fout. Dit is 5 centimeter en deze is 6,5 centimeter. Hoog zijn ze altijd bij 15,5 centimeter. Het slotje in het midden. 1 centimeter vanaf de kant, dan het slotje dicht doen en dan kan je het andere deel kan je opplakken. Ik kijk even of ik een reactie krijg voor iemand die meedoet om te kijken of het lukt of dat ik te snel ben. Vandaar dat ik even wacht. Goedenavond, ik kan nu even kijken. Maar mijn scherm is maar een paar centimeter, dus als ik iemand gemist heb, jammer. Ik wens jullie allemaal een fijne avond om hiernaar te kijken. En jullie weten, of degene die het nog niet weten allemaal, dit is een samen creatief creatie. Die kunnen jullie maken met je eigen materialen. Je kan ook het pakket bestellen, dat heeft Anneke er zojuist opgezet. Maar je kan ook met je eigen materialen meedoen. Er is een boodschappenlijstje, dat is al meerdere keren op Facebook geweest. Dat kan je snijden. En dan heb je 14 dagen de tijd om jouw creatie in te leveren. Dat kan op onze blog bovenaan. Dat zit daar een e-link onder. En daar kan je hem onder plaatsen. Of je kan hem op Facebook in ons album plaatsen. Ga je dat plaatsen, dan hebben wij een shoptegoed van 10 euro die wij verloten om alle mensen die een creatie hebben ingeleverd. Anneke zegt, ik ben klaar. Dan ga ik toch heel stiekem even de binnenkant. Maar nou gaan we met de binnenkant aan het werk. Wat ik zelf wel altijd doe, omdat die puntjes zo ontzettend scherp zijn van die splitpennen, dan pak ik altijd gewoon even een stukje tape, wat ik er dus als bescherming overheen doe, dat je dus mij niet door het designpapier komt. Dat is gewoon voor de bescherming van het geheel. Dan heb ik voor het midden, dat is B, designpapier B, hoog 15,5, breed 9 centimeter. Deze komt hier. Dan heb ik weer A, 15,5 bij 5 centimeter en 15,5 bij 6,5 centimeter. En deze die komen dus hier. Ik ga ze even een beetje bruin maken.
Deze middelste, die heb je wel nodig om erop te plakken. Maar daar ga ik straks verder om die creatie af te maken. De linkerkant, die gaan we ook afmaken eigenlijk. Maar daar komt ook nog wat op. De rechterkant, die zou je eventueel laten kunnen. Dat is het mooiste als jullie kunnen zien van tevoren hoe wij het designpapier snijden. Want als je het dan klaar hebt liggen, dan kan je het er ook zo opplakken. Maar als nog jullie designpapier nog moeten snijden, nou, dan moet je wel heel snel zijn. Ik haal de beschermlaag van mijn tape haal ik er ook niet af, want dan doet hij minder om te beschermen. En deze die komt dan aan deze kant. Die moet ik nog even bruin maken. Ja, en deze creatie. Dit is mijn beurt. Volgende keer dan is Miranda aan de beurt. Die dan de samen creatief weer gaat verzorgen. Januari maakt Francis een nieuwe start voor de samen creatie. Samen creatief. Kijk, dat is de binnenkant van mijn creatie. Even de boel een beetje opruimen. Dan heb ik aan de achterkant ook nog een stukje. Die wil ik ook beplakken. En daar heb ik deze voor bedacht. Die vond ik wel mooi. Past wel bij dat roze aan de voorkant. Die maak ik ook even een beetje bruin. Ik plak hem er vast op. Dit is ook iets, als je niet zo snel mee kunt komen dan dat ik bezig ben, dan zijn dit eigenlijk iets wat ook naar de hand nog zou kunnen. Maar heb je het gesneden, dan is het eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Zo, dan wacht ik even weer op een reactie. Deze kan door de brievenbus. Hij wordt ook niet zo heel erg zwaar. En voor degene die het nog niet heeft gehoord, zaterdag ben ik live om 10 uur met een mannenkaart in ons knutseluurtje. Dat gaan we ook elke maand doen. Het moet nieuw jaar nog gepland worden, maar dat bevalt ons goed om dat te doen. Volgend jaar hebben we nog nieuwe plannen om wat meer live te gaan, maar dat zijn we meer aan het uitwerken, hoe we dat precies gaan doen. Ik pak even de volgende. Geplakt. Oké. Dan pakken we D. En D is een rood kaartstok van 9 bij 9 centimeter. En daar heb ik designpapier bij. Die leg ik zo meteen uit. We gaan eerst even die 9 centimeter pakken. Daar heb ik er 2 van. En dan gaan we aan één kant van D gaan we rillen op 1 centimeter. En de andere gaan we ook rillen op 1 centimeter. En die vouwen we om. En die komt hierop. En deze vouwen we ook. En die komt aan de bovenkant. En als het goed is, past dat precies tegenover elkaar. Dan heb ik daar designpapier bij. Groen. En dit is groen. En deze groene, die komt straks hierin. Maar dat gaan we dus later plakken. Deze gaan we er meteen op plakken. Die gaan we bruin maken. Maar we plakken er wel eerst op. Want daar komt nog wat overheen.
Dat is deze. Aan de bovenkant een rood randje. Aan deze kant komt een rood randje. Als die er straks op komt, dan heb je hier ook een rood randje. Dus het designpapier is net zo breed als het kaartstok. En deze komt aan de onderkant. Dus het designpapier is net zo breed als het kaartstok. Deze laten we nog even liggen. Die kunnen we nog niet gebruiken. Dan heb ik allemaal kleine strookjes. Dan heb ik de F. En dan heb ik de E. Dat zijn twee strookjes. En die twee strookjes die zijn 11 bij 2 centimeter. En die is ook 11 bij 2 centimeter. En deze ben ik even kwijt. Zal ik even opmeten voor jullie. Dat is een heel kleintje. Die is 5 centimeter bij 2 centimeter. Dus 5 bij 2. Dat is de F. 2 keer over E. 11 bij 2 centimeter. En deze, die komen hier, komt hij overheen. Dus deze kan je rillen op 1 centimeter aan weerskanten. En aan de andere kant ook op 1 centimeter. En deze komt hier in het midden. Hij past niet helemaal, dus ik maak hem aan deze kant even pas. Plak hem straks vast. Hier heb ik ook één. En die ga ik rillen op 1,5 centimeter. Dat heb ik gemakshalve gedaan, dat ik dacht van nou, en die komt hier. En dan komt deze, komt hier. Als het goed is, is dat ook, is niet helemaal 1,5 centimeter. Ik leg hem hier neer aan de bovenkant. Hij heeft wat ruimte nodig omdat hij er omheen komt. En dan wordt dit iets minder. Als ik hem dan hier even ril. Dan kan ik hem er omheen vouwen. En deze komt in het midden. En dat is 3,5, dat is 3,5. Er komt dus ietsjes meer. Hij komt op 3,5 en deze is 3,5. Zo gaan wij deze vastplakken. Ik doe het even met witte lijm om hem vast te plakken. Witte lijm plak meteen en verschuift bijna niet meer. En deze plak ik ook vast. Met witte lijm. Deze is iets langer als mijn rillijn van 1 centimeter. Die knip ik even iets bij. Is niet nodig, maar ik vind het, voor mijn gevoel vind ik dat prettig. Deze doen we hetzelfde mee, maar die doen we dus horizontaal. Die is dus verticaal. Deze komt horizontaal eromheen. En die komt dan ook weer op 3,5 centimeter. Die wordt iets kleiner. Die komt op 3 centimeter. Zo. En die kan ik dan ook even op deze manier vastplakken. Dan ga ik even kijken of ik straks reacties krijg. Maar deze die komt dus hier.
En deze die komt dus hier. Dus deze is onderkant horizontaal, de bovenkant is verticaal. Deze allemaal vast even klaar. Ik wacht heel even op een reactie van iemand die meedoet, dat ik niet te snel ga. Mijn voorbeeld heb ik natuurlijk al klaar, die zal ik aan het eind van deze uitzending laten zien. Wij gaan ook gewoon de basis klaarmaken. Het versieren doe ik later en zondagmorgen om 10 uur. Dan komt dus deze creatie helemaal versierd op ons blog en op Facebook. Dan hebben wij ook zelf even de tijd om hem dus rustig af te maken. Er zitten elementen bij, ik kan nog wat uitstansen. Je moet even kijken hoe ik dat nog precies doe. Maar aan het eind van deze uitzending zal ik de andere laten zien die ik dus ook zelf gemaakt heb. Als voorbeeld voor, je moet toch dingen uitproberen, hè? Dan moet je. Ik vind het wel mooi papier. Het is ook een beetje in die herfstkleuren. Het is ook niet allemaal kerst wat er is. Dan denk ik van ja, dat hebben we ook allemaal wel. Ja, spannend. Deze die heb ik inderdaad dus zo breed gedaan dan dat het designpapier is, omdat je hier al een ruimte hebt. Je hebt die rillijn van 0,5 centimeter, omdat anders je creatie niet dicht kan. En als je deze dan ook nog weer wat kleiner maakt, dan wordt het zoveel rood. Terwijl dat je op deze stukjes bijna niet wat kunt plakken. Dat vind ik altijd wat lastiger. Dus vandaar dat ik dus dit net zo breed heb gemaakt dan het designpapier is. Onze filmpjes kan je natuurlijk altijd terugkijken. We hebben een YouTube-kanaal. En op dat YouTube-kanaal komen alle filmpjes komen daarop. Dus heb je gewoon, maar ik zie dat er nu nog eentje binnenkomt, terwijl dat ik dus eigenlijk al een deel op weg ben. Maar geen probleem, je kan hem altijd nakijken. En je hebt gewoon dan ook nog 14 dagen de tijd om hem te maken en mee te doen aan de loterij. Marie van Münster is klaar, zie ik staan. Dan ga ik verder. Ik plak op deze onderkant, plak ik tape op. En dan doe ik, ik vind het makkelijker, want tape zit gewoon sneller vast. Dan komt mijn tape er heel klein iets langsheen. Ik heb eigenlijk de tape iets te breed gepakt. Die leg ik weg, die is te breed. Dan pak ik mijn 3 mm tape. En die plak ik aan de zijkant van dit gedeelte van mijn creatie. En aan deze kant plak ik hem ook. Nou, kom op. Ik druk het altijd even heel goed aan. Dan zal ik even mijn prikpen pakken. En dan probeer ik gewoon deze eerst te plakken. Met mijn prikpen ga ik in het midden. Mijn wijsvinger erop. En dan kan ik hem eraf trekken. Ik doe er nog wel even heel ietsjes leem op. Want dan kan ik hem nog even ietsjes verschuiven als het nodig is.
En deze die komt hier helemaal aan de onderkant op. Ja, die zit. Dan ga ik deze zijkant. Ik ga met mijn prikpen niet op het puntje, maar ongeveer 1 tot 2 centimeter verder. Probeer ik daar onder te komen met mijn prikpen. Duim erboven of wijsvinger erbovenop. En ik kan hem eraf halen. Deze is soms zo statisch, maar hij plakt wel altijd heel geweldig. Kijk, dan zit deze vast. Nu doe ik de bovenkant, maar de bovenkant doe ik alleen maar aan de bovenkant wat we gerild hebben, niet de zijkanten. Ik doe het even met die 3 mm tape, dan doe ik er 2 op, want die andere is eigenlijk net ietsjes te breed. Even goed aanduwen, zodat die ondergrond goed vast zit. Dan kan ik mijn tapejes eraf halen. Ook hier doe ik heel even weer ietsjes lijm, zodat dat hier niet meteen vast zit. Ik draai mijn creatie even om en dan plak ik deze hier precies aan de bovenkant. Ik zie dat er heel ietsjes langs heen komt. Even met mijn doek te blijven. En dan zit deze ook vast. Nu draai ik mijn creatie weer en ik heb hier al klaar liggen 2 stukjes designpapier. Die zijn nog niet helemaal op maat. In mijn boodschappenbriefje heb ik dat dus ook niet goed aangegeven, maar ik dacht van nou, 2 van die kleine stukjes, daar kunnen we wat te plekken. Dit is 8 centimeter, dus snij ik deze op 7,5 centimeter. Dus deze wordt dan 7,5 centimeter bij 1,5 centimeter. En die onderste, die is dan horizontaal, die blijft iets langer. Daarom had ik zomaar op boodschappen, want moet ik zoveel opschrijven aan wat jullie moeten snijden. Dan kan je beter even ter plekke ietsjes bijsnijden. Dus, de bovenkant is 8 centimeter aan kaartstok. En 7,5 centimeter aan designpapier. Oh, dan ga ik schuift iets. Dat wil ik niet. De breedte van het kaartstok is 2 centimeter. En 1,5 is het designpapier. Dat hebben we hier ook. Alleen hier hebben we hem dus eigenlijk even iets breder. En hier hebben we dus 9 centimeter. Dit hebben we ook 9 centimeter gelaten. Dus deze 9 centimeter, die komt hier gewoon helemaal op. Dus vandaar dat ik 1 maat kon aangeven. En dan moest de bovenste even iets bijgesneden worden. En die ga ik met lijm insmeren. Ik zal het nog een keer herhalen. Deze die is het kaartstok, is dus 9 centimeter. Die heb ik er dan zeg maar eigenlijk omheen gevouwen. Dat is het makkelijkste. Het designpapier is ook 9 centimeter. Of zo is die 2 centimeter.
En zo is die designpapier is 1,5 centimeter. Dan hebben we hier nog een stukje over. En daar komt deze. Kan ik het natuurlijk niet laten om het volgende onderdelen te pakken. De volgende onderdelen is de I in designpapier. En het is de C van kaartstok. Voor degene die al zo ver is. Ik wacht nog heel eventjes. Maar voor degene die dus al zo ver is, dan kan je dus de C en de I en de B hoort daar ook bij. En de D van het designpapier. Dankjewel, Martin. Ik heb nou even tijd om mee te kijken. Ja, ik vind het gewoon heel erg mooi papier. En dit moest gewoon een beetje rustig blijven, want daar doen we straks nog wat mee. Ik krijg straks wel commentaar als ik te snel ga. Dit stukje is 6 hoog en die is 6,5 breed. En dan gaan we aan de zijkant hier, gaan we daar 1 centimeter afsnijden. En dan ga ik even een lijntje trekken, zodat hij dus iets scheef wordt. Maar dat wordt mijn pocket. Dan kan ik gaan snijden. Dat kan ik, maar ik kan het ook gaan knippen. Kijk, en deze die komt dan hier. Ik vind het nooit mooi om hier, en als je daar nog eens wat designpapier of de kaartstok onder doet, dan is het gewoon al zo druk of zo dik. Dus ik heb gewoon met designpapier gewerkt. Het designpapier, dat ga ik dan ook gewoon even bruin maken. Aan het designpapier ga ik met 3 mm tape. Ga ik daar even een tapeje op plakken. Want ik wil niet dat groene designpapier tegenover dat andere designpapier hebben. Ik wil toch dat daar een randje tussen komt. Dus heb ik hier dat strookje B, wat dan eigenlijk achter de, en dat plaats je dus achter de pocket. Die heb ik vrij royaal laten snijden, zodat je gewoon dat zelf erachter kunt plakken. En dan knip je hem gewoon op maat. En aan deze kant, die doet hetzelfde. En dan krijgt hij toch wat contrast. Hier heb je het contrast van je basiskaart en hier krijg je het contrast voor het kleine stookje wat je erachter plakt. Dan plak ik hem op
als pocket. Ja, hier heb ik mijn begin. Dus dan ga ik gewoon. Drie stukjes tape plakken. Ja, ik zie dat Anneke het schaartje er neergelegd of in de opmerking heeft gezet. Dit is het schaartje voor Craft Emotion. En die heb je, kun je heel goed gebruiken. Gewoon domweg om te knippen. Maar ook voor de tape. Hij heeft een blad wat gewoon geen lijm aanpakt. Dus je hoeft niet elke keer jouw schaartjes schoon te maken. Het is niet eens zo heel prijzig, het valt best wel mee. Het is een heel fijn schaartje. Nou, als ik dit erop geplakt heb, dan ga ik weer mijn tapejes eraf halen. En deze denk ik zonder lijm te kunnen opplakken. Ik leg hem hier op het puntje. Ik leg hem hier langs de lijn. En op maat. Dan moet hij goed zijn. Daar komt de label in. Die label, die heb ik aan de bovenkant. Op 1 centimeter. Een streepje. Aan deze kant. Een streepje. Aan die kant. Op 1 centimeter een streepje. En hier ook een streepje. Deze, die knip ik schuin af, van streepje naar streepje. Dan heb ik designpapier, die hoort daarbij. Dan leg ik mijn designpapier bovenaan gelijk, hier zo. Aan deze kant laat ik alle twee evenveel ruimte, dat ik net zoveel kaartstok zie aan de linkerkant als aan de rechterkant. En dit is dus gelijk. Dan draai ik hem om en dan knip ik dit af. Meer hoef ik dat niet af te meten, dan heb ik hem altijd gelijk. Deze laat ik ietsje zakken. Doordat ik hem nu iets laat zakken, heb ik hem gewoon aan alle kanten gelijk. Die ga ik even wat bruin maken. En dan kan hij hierop. Ik doe de lichte kant naar boven, maar dan kan je er gewoon nog een stempel op zetten. Doe ik die donkere kant naar boven, dan kan je dus verder niet wat stempelen. Ik zie dat mijn onderkant eigenlijk ietsjes te lang is. Ik wil overal evenveel kaartstok zien. Die komt hierin. Dan heb ik daar een pons voor. En dan leg ik mijn liniaal er even langs, zodat ik hem in het midden heb. Maakt niet uit. Ik leg hem vanaf van die hoek naar die hoek. Leg ik hem dus neer. Hij is 5,5 centimeter. Dan komt hij op 2,75. En dan maak ik een gaatje. Het mooiste is om daar nog een dingetje omheen te doen. Dat doe ik later. Zondag zal die er omheen zitten. Dan heb ik het lintje wat ik hier gewoon doorheen doe. Met mijn prikpin even aandoen. Straks nog wel los. Dan zijn we zover dat ik het middengedeelte ga afmaken. Het middengedeelte hebben wij een stukje voor. En dat stukje dat is dus, had ik zo straks opgemeten. Ik ben slecht in onthouden. Als ik zoveel maten heb. Voor de zekerheid meet ik hem nog even op. Die is 5 centimeter. En die is 2 centimeter. Is die hoog.
Die pakken we en die vouwen leggen we hieronder. Je kan hem gaan rillen. Je kan hem 1 op 1 centimeter gaan rillen. Dan heb je wat meer houvast. Dat doe ik dus even. Zo, 1 centimeter. En die andere die vouw je gewoon om. Doe dat niet te strak, want hij moet schuiven. Kijk, hij kan schuiven. Als je hem te strak doet, dan schuift hij niet meer. Ik wil hem goed vast hebben zitten. Dus ik plak daar gewoon even een tapeje op. En dan past die precies. Dan schuif ik hem helemaal naar de onderkant. Maar nu begin ik met mijn ovaaltjes. Ik heb 2 ovaaltjes gestanst. Dat heb ik. Deze valt eruit. Als je deze gaat stansen. Nou, dat had ik niet nodig. Maar ik vond wel het randje heel erg mooi. Dus ik heb er een stukje achter geplakt. Dat is ook niet zo erg. Daar heb ik designpapier opgeplakt en die ga ik een beetje bruin maken en die komt hier bovenop. De tweede die heb ik net zo gestanst, maar daar heb ik dus ietsjes afgeknipt. Dus hebben jullie gewoon zelf al de ovaaltjes gestanst, maak de tweede dan heel ietsjes kleiner dan de eerste. Ik heb dat zo gedaan, want deze komt hier aan de achterkant. En dan doe ik hem met half van deze tot aan de middenlijn, ga ik hem dus foam achterplakken. En dan komt hij straks daarop, dan kan hij dus schuiven. Gebruik niet de dun foam, omdat hij gewoon moet schuiven. Als je te dun neemt, dan heeft hij tussen de 2 ovaaltjes niet genoeg ruimte om hem er straks overheen te schuiven. Kijk, ik heb er nog niks op zitten, dus ik kan alle kanten nog op. En deze die komt dus hierop. En dan plakken wij deze vast. En dan is deze de bedoeling dat die hier achter valt. Op deze manier. Dus dan ga je deze vastplakken hier op dat onderste gedeelte. Dat kan je het makkelijkste doen om hier een stevig tapeje op te plakken. Zodat die blijft zitten. Ik gebruik hier de oranje tape voor. De tacky glue gebruik ik hiervoor. Dit eraf. Schuif hem helemaal naar onderen, zodat hij zo ver mogelijk naar beneden ligt. Deze, die ene, die komt hier achter. Die schuift er dan achter, omdat ik daar foamtape op gedaan heb. Dan heeft hij dus ruimte. En dan leg ik hem gewoon zo in het midden. Dan plak ik deze vast. En dan kan ik mijn opening openmaken. En dan komt die andere, die valt dus hieronder. En dan zit gewoon dit gedeelte helemaal vast. En dan heb ik voor de binnenkant, heb ik dus nog deze delen. Ik moet even met 2 handen pakken. Dan heb ik hier kaartstok van 12 bij 14 centimeter. En dat zo is 12. En dan heb ik haar 4 keer over in totaal. 11,5 hoog bij 6,5 en dat wordt een boekje wat we hierin doen. Dus deze ga ik rillen op 7 centimeter.
En dan had ik mij deze bedacht. Om die hier. Ik zie dat ik heel. Hij mag een heel beetje smaller. Hij past bij mij niet helemaal. Op de een of andere manier zal ik dan iets. Deze die komt hier. De andere die komt aan de achterkant. En deze twee komen in het midden. Zodat ik dat wat op kan schrijven met een ander briefje. Of wat je dan ook eigenlijk maar wil. Deze creatie, die maak ik af en het boekje, dat komt dus hierin. Deze. En dan schuiven we die naar beneden. En dan komt die daarachter. Dan kan je gaan versieren, die kan je nog stempelen. Dit kan je versieren. De buitenkant kan je versieren als je dat wil. Dit was mijn samen creatief. Hier is mijn creatie die ik heb. Alleen ik heb hem nu, zie ik, in spiegelbeeld gedaan. Maar dat maakt ook niet uit. Deze heb ik versierd. Hier heb ik een label in gedaan. Daar heb ik dus proost op gezet voor een verjaardag. Hier heb ik hem met een klein dingetje op gedaan. Deze die heb ik op die manier gedaan. Dit is mijn boekje wat ik erin heb zitten. En deze die gaat dus op deze manier naar beneden. En dan zit hij vast. Dan kan je hem gewoon versieren. Zondagmorgen dan komt deze online. Hoe ik hem versierd heb met de elementen die dus eigenlijk in het boekje zitten. Of in de pakket zitten. Zodat je niet zoveel anders hoeft te gebruiken. En dan hoop ik dat je jullie creaties tegemoet zie. Dankjewel dat je... Dank je. Ook jij een fijne avond, Ingrid. Leuke creatie, dankjewel. Mooi geworden, dankjewel. Je kunt hem allemaal nog weer terugkijken naar YouTube. Hè. Ik weet niet wanneer het Anneke hem daar opzet, maar dat zal zeker morgen zijn. Dankjewel, Mary. Ja, we proberen altijd toch weer iets te bedenken. Dankjewel. Ik hoop dat ik niet te snel was. Ja, dankjewel allemaal. Lilian was te laat, maar een mooie kaart geworden, Ricky. Dank. Ja, Lilian, je kan hem terugkijken en op YouTube. En vanaf volgende week staat hij ook bij ons in de winkel. Dan kan je hem ook bekijken. Onze volgende samen creatief. Oh, moet ik heel even goed nadenken. Dat is, we hebben de samen creatief bij ons is altijd de tweede dinsdag van de maand. En ik dacht dat dat op 10 december of zo was. Ik zal, jullie kennen dat wel. Ik heb mijn telefoon, daar heb ik een agenda in staan. En dan kan ik even spieken. Ja, 12 december is al ge- Miranda, en dan is Miranda aan de beurt. Miranda die heeft ook een leuke creatie. Dat weet ik altijd al wel van tevoren. Omdat ik de creaties die... de samen creatief, die begeleid ik de dames meer. Maken we pakketten van, zodat Anneke dat allemaal niet hoeft te doen. Dus, maar die creatie van Miranda heb ik ook al gezien. En die is ook gewoon weer een creatie die door de brievenbus past. Het is niet altijd dat wij gewoon alleen maar een kaart dubbelvouwen en versieren. Want daar kan je geen knus, daar kan je geen uurtje van volmaken. Dus we proberen altijd wel even iets anders te maken. En dan kan je altijd gewoon een deel van gebruiken. Of je gebruikt er alles van. Je kan ook zeggen van, nou, dat heb ik gezien. En dat doe ik op mijn voorkant. Want ik had een knutseluurtje. En dan had ik gewoon twee labels aan de voorkant gedaan. En binnenin had ik hem opversierd. En toen kwam ik iemand tegen die zei van, oh, Ricky, bedankt voor je uitleg. Maar ik heb alleen de bovenkant gebruikt. En daar heb ik kerstkaarten van gemaakt. Ja, dat is toch leuk om te horen. Dat dat allemaal, allemaal zo kan. Dus. De inspiratie, daar gaat het ons ook om. Mensen, ik ga stoppen. Dat doe ik. Ik zet mijn live, ga ik beëindigen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. En hopelijk tot volgende keer. Of tot zaterdag. Zaterdag om 10 uur ben ik er weer. In elk geval bedankt voor het kijken allemaal. Dankjewel. Doei doei.